Welkom bij de premium bespreking van Gotham Knights. Je zou denken het vijfde deel in de Arkham-serie. Mm-hmm. Maar dat is het niet, want het vijfde deel in de Arkham-serie is namelijk Suicide Squad. Of bla 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 kill the Suicide Squad. Want die is van Rocksteady. Maar dit is van Warner Brothers Montreal, Warner Brothers Games Montreal, die ook Arkham Origins hebben gemaakt. Dus wel één van de games in de Arkham-serie. En die hebben nu dus een eigen installment gemaakt die in een ander universum afspeelt. En dus niet meer draait om Batman, want die is dood. Maar spoiler. Ja, gecondoleerd. Gecondoleerd, inderdaad, ja. Met Bruce. Gecondoleerd. Meneer Wayne. En dat zit in het marketingmateriaal, dus dat mogen wij dan ook zeggen. En het gaat dus om Batgirl, Robin, Nightwing en Red Hood, die het eigenlijk een beetje de mantel moeten overnemen. Ja, vier characters die me echt persoonlijk helemaal niks doen. Maar dat is personal taste, denk ik. En Batman zelf? Heb je iets met Batman? Meer met sommige films dan... Met de character. De character dan de... Al moet ik zeggen, de Rocksteady games waren echt wel heel sterk. Ja, nee, ik vind Batman Arkham City vind ik een van de betere open world games ooit gemaakt. Dat is een statement. Okay. Ja. Was ook een hele goede game. Ja. Ik heb zelf niet zo heel veel met Batman, maar om mijn schuldgevoel erover af te kopen, heb ik een Batman pop meegenomen. Die heb je wel. Ja, of heb je die van een vriend geleend? Die heb ik geleend. Ja, precies. Maar dan krijg ik nog wat credibility, zeg maar. Maar ik heb wel heel veel met gamen, dus ik heb deze game als gamer gespeeld. Ja, we weten het natuurlijk nog niet superveel misschien van jou en je games, Mark, al als je misschien naar ken je deze nog of wat dan ook hebt gekeken, misschien wel. Maar ben je een open world gamer? Absoluut. Ja. Ja, zeker. Dan heb je altijd al een extra puntje voor mij als het een open world game is. Mits correct uitgevoerd. Ja. Behoud de spanning nog even een beetje. Ja, nee, ik heb precies hetzelfde. Ik ben echt een open world gamer in hart en nieren. Mm-hmm. Ik niet per se. Nee, jij niet, inderdaad. En ik begin daar ook een beetje weer. Ik heb dat zoveel en lang gedaan dat ik daar ook nu heel erg picky in begin te worden. Ja, er is een verzadiging, zeg maar, ook in gerehashed gameplay elementen. Dat merk je wel. Ja, dat komt wel voor tegenwoordig dat je zoiets hebt van, ik heb dit spel al gespeeld met andere skins, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld, inderdaad. Nou ja, daar kunnen we het later over deze game misschien ook op die manier erover hebben. Maar jij inderdaad niet per se. Jij bent... Nee, ik ben een beetje klaar met dat puntje daar pakken. Daar die missie aangaan, dan weer daar die missie aangaan. Oh, side mission daar in de buurt. Oh ja. Toren inklimmen en daarna in een hooibaal vallen en zo. Dat soort concepten. Ja, daar ben ik al een beetje klaar mee. Ja, snap je. Ik vind dat gevoel van vrijheid heel nice. Ik hou ervan. En al is dat alles wat je doet, voelt misschien veel minder gewichtig. Maar ik wil dus die illusie van vrijheid vind ik heel fijn in gaming. Het gevoel van die hooibalen is ook wel heel lekker. Hè? Als je met je ruggetje daar zo invalt. Bijvoorbeeld, inderdaad. Of in het geval van de Arkham-serie bijvoorbeeld. Het rondvliegen door de stad. Het manoeuvreren door. Wat het ook heel erg charmant is aan bijvoorbeeld Spider-Man. Een andere game die waar deze game heel erg op lijkt, wat mij betreft. Mm-hmm. Kunnen jullie bij, want ik weet niet zo heel goed waar ik moet beginnen zonder er met een botte Batwing in te vliegen, maar kunnen jullie vertellen wat voor game het ongeveer is en waar het over gaat? Ja, het is toch een beetje een sandbox game. Ja. Waar je dus de beschikking hebt over vier verschillende characters die je tussen de missies in steeds kunt switchen als je dat zou willen. En als je dan denkt van ja, maar ik ben een paar missies met één character bezig geweest. En die andere drie, ja, want je werkt ook met een level systeem hier natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Zoals het een beetje sandbox game betaamt. Een beetje goede sandbox game betaamt. Dan lopen die drie qua level achter. Nee, want ondertussen op de achtergrond levelen die gewoon mee. Ja, en de volgende keer als je daarnaar switcht, kun je die earned points. Je levelt als team, als het ware. Ja. Maar niet alles. Wat ook heel shaky. Ja, je hebt wapens, ook, armor, outfits. Ja, maar niet de skill tree system. Skill tree, inderdaad. Natuurlijk ook het verhaal is natuurlijk ook wel... Dat vind ik bij deze game wel een belangrijk aspect. Want dat moet je wel... Maar een verhaal moet je wel blijven duwen door die open wereld. En op zich het concept... Nou ja, Batman die gaat dood. Dat hebben we al bevestigd. Dat is gewoon... Dat zie je in de trailers al. Dus die spoiler... daarom staat Batman hier natuurlijk ook. Ja. Maar er zijn... Daarom is hij ook wit. Oh shit, ja. Grijs-wit is zijn gezicht. Ja, dus, en stijf, Rico Mortis. Ja, ook. Ja, maar hoe heet dat? Er zijn dus vier soort van discipelen van Batman. En die mag je dus door de stad leiden. En Batman was bezig met een onderzoek. Er is een Kirk Langstrom, heet hij volgens mij, vermoord. Een wetenschapper die wat onderzoek aan het doen was naar het een of het ander. En nou ja, al zoekende kom je erachter dat Gotham City redelijk... onder bedreiging is. Dus zoveel kan ik erover zeggen. De rest moet je zelf uitvinden, denk ik. Ja, we kunnen wel zeggen dat er een cult is die eigenlijk achter de schermen al heel lang aan de touwtjes trekt in Gotham.
Ja. Meer zal ik ook niet over vertellen. Maar de dat naam is... misschien, want die is, dat is ook wel bekend. Ja, hoe heet ze ook weer? De Court of Owls. Oh ja, 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 ja. Ja. Die ook uit een hele vrede Batman-reeks komen, die ik laatst heb gelezen. Dus ik was bekend met het bronmateriaal. Wat een hele tof, vrij recente ook, weet je. We kennen allemaal de Penguin en dit en dat en het bestaat heel lang. En de Court of Owls is nog niet zo oud. Maar dat is inderdaad een soort van net zoals, namelijk die je ook tegenkomt in deze game, The League of Assassins. Of nee, sorry, The League of... Hoe heet dit? Hoe heet de chappies waar, nee. waar ook Batman door getraind is? Dit is de League of Shadows misschien, of de League of Assassins, een van de twee. Kijk, een bug. Ja. Trouwens, die hadden we een andere keer kunnen willen opvragen, maar nu zien we een bug. Daar kunnen we het straks nog even over hebben. Maar dat is waar het verhaal het meest om draait. En ondertussen komen er ook een handvol, of eigenlijk twee handen vol, met andere bekende Batman. En villains in principe of characters worden aan je geïntroduceerd. En soms heeft het helemaal nul impact. En soms dan zie je ze wat vaker terug. Ja, je noemde net de Penguin al bijvoorbeeld. Ja. Die speelt een rol in het geheel. Ook, hoe heet ze ook weer, met haar blonde Harley staartjes. Quinn. Harley Quinn, ja. Inderdaad. Beetje uit dat, niet Marvel, maar... DC. DC ja. Universe, uit de DC Universe. Superman heeft ook een mailtje in de inbox. Heb je die gezien? Maar het is DC, dus Batman natuurlijk. Dus dat komt natuurlijk er logischerwijs in terug. Ja. En zoals je weet ik van nog wat andere, hoe heet die, Mudface, whatever the fuck his name is, Mr. Freeze. En zo komen er nog een aantal andere mensen in beeld. Die er af en toe letterlijk met de haren worden bijgegrepen en weer met een bad knee ergens een soort van het beeld uit worden getrapt. En nooit meer terugkomen. Of soms dan gebeurt er iets meer mee. Wat dus inderdaad ergens moet doen denken, denk ik, dat ze het zien als side stories. Ja. Ja, en dat is denk ik ook een rare knelpunt voor mij direct al in de game. Dat ik vind de kwaliteit van bijvoorbeeld de cutscenes af en toe echt heel, heel hoogstaand. Ja. Maar we zien hier onze grote vriend Nightwing door het level heen vliegen. Hoe vonden jullie dat commuten? Als je het even vergelijkt met Spider-Man bijvoorbeeld, die door de stad heen slingert. Dat is misschien een beetje een flauwe vergelijking, maar... Nee, helemaal niet. Want dat zijn we nu gewend. En sterker nog, we hebben dat in Arkham ook al een keer gezien. En in Arkham met die glider en wat dan ook, hoe je door de wereld manoeuvreerde, die wel wat kleiner was. Dit is echt wel een stuk groter, volgens mij. Mm-hmm. Zo voelt het in ieder geval. In Arkham voelde dat heel sick. En je voelde je evil, want je vloog boven de stad en je kon een soort van dive bombs maken en gewoon midden in de actie gewoon, weet je, street thugs in elkaar rossen. En ergens is dit niet heel veel anders, terwijl we nog steeds weer dezelfde bug nu bekijken. maar voelt het tergend. Ja, wat een irritante manier om fucking door de stad te gaan. Je begint met een grappling hook. Nou ja, ergens werkt, vind ik dat wel tof, behalve dat je die grappling hook normaal altijd hebt, zoals, weet je, dat is nou bijna de webslinger van, en in de Arkham-serie zit het ook, om jezelf eventjes verticaal te krijgen, zodat je kan gaan gliden en wat dan ook. Nou ja, die glider kan je verdienen door repetitieve fucking missies in de stad te doen. En dat moet je ook nog eens voor elke karakter opnieuw doen. Want daarom zei ik net van niet alles level tegelijk. Want ze hebben zoiets van, nou, we moeten wel de game een beetje rekken qua speluren. Ja. Dus moet je vier keer hetzelfde doen met al je characters om per persoon een glider of een soort gelijke los te spelen. Al kun je er ook voor kiezen om de Batmobile of de motor. Bedoel je de motor of de brommer? Bromfiets. Ja, de bromfiets. Jesus Christ, want dat is puntje 2. Wat echt. Ik heb nog nooit zo'n langzame fucking vehicle gehad in een game. Eerst, ik dacht op een gegeven moment dat het een bug was. Ja, want ondertussen, want je ziet wel het effect die strepen van snelheid, weet je. En ik nog een beetje proberen wheelies te trekken. Ik denk, ik naar een andere ondergrond gereden. Ik de game letterlijk opnieuw opgestart om te kijken van, maar is dit hoe het hoort? Want het lijkt wel alsof ik een fucking bejaarde mobieltje heb. Alsof je nog moet schakelen, ja. Hij zit vast in 1. Of kwam het door de 30 fps? Moet het er ook wel even benoemen, hè? Ja, maar, ik wil nog heel veel dingen benoemen, maar inderdaad 30. En jullie weten dat allemaal van mij. En ik zei dat zelfs van tevoren op deze game. Ik heb hem trouwens gespeeld op de PC. Jullie denk ik op de PlayStation 5? PlayStation 5, ja. Ja, daar is hij gecapt op 30 frames. Nou, ik heb een aardig laptop met een 2070 erin, de performance was echt, zelfs voor Jelle Kunst, die niet de moeite heeft met 30 frame shit, was echt dramatisch. Hij is vier keer gewoon stop,
Crash opnieuw, wat dan ook. Niet helemaal de game opnieuw, maar gewoon de missie opnieuw. Maar gewoon echt gewoon bab. Niet eens een melding of wat dan ook. Gewoon ineens zag ik Windows voor mijn huis. Nog even over die motor ook, hè? Want ja. Over bronnen, laten we zeggen. Ja. Ik dacht in ieder geval dat het een bug was, maar was het niet. Nee. Dat ding is slomer dan het paard van Link in Ocarina of Time. Dat is echt niet normaal. Nee. Een soort van ezel is het. Ezel op wielen. Ja. Maar ook de besturing van dat ding, joh. Vreselijk. Dat is echt niet normaal. Ja. Ik bedoel, ik vond... Waarom zit de wheelie erin, jongens? Ja, die wheelie. Voor stijl. Voor stijlpunten. Je drukt op kruisje en dan gaat hij gewoon zo. En dan rij je een soort van recht. Ja. Het is belachelijk. En het stuurt nog ietsje minder makkelijk dan. Maar het stuurt inderdaad niet als een lijpe soort van Batmobile motor met soort van een rare, weet ik veel, buigbare voorvork. Die lijkt alsof het een heel agile ding is, maar het is gewoon echt, ik heb nog nooit zo kut gereden. Het is een beetje alsof je van je vader niet een snelle scooter mag, maar je dan een snorfiets krijgt. Zo voelde ik niet als een superheld, maar gewoon krijg gewoon een fucking poeg met 25 kilometer begrenzer erop. Met een begrenzer inderdaad, ja. En dat is fucking bizar voor iets dat de bad cycle of wat dan ook heet. Dat is gewoon niet... Geen wonder dat er zoveel misdaad in Gotham City is, want hij is overal te laat. Ja, je komt er niet op tijd. Precies. Jezus. Maar ja, dat. En dit ook, ja. Nou ja, wat was dat? Dan heb je dat natuurlijk op die motor ben je al een soort bakvis op het strand. En dan ga je bijvoorbeeld prikbord, wil je de evidence board wil je voorstaan. En ik zwalken en zwalken. Het lijkt wel een dronkenlab. Ja, ik heb af en toe 5 keer heen en weer gerend voordat ik op kruisje kon drukken. Ja, dat is het volgende punt. Dus de besturing. Het loopt heel vaak niet lekker. Nee. En als je aan het instelt bent. Wat ook het ergste vond ik als je dus instelt bent. Dat je soort van over een hekje wil en je gaat niet over het hekje. En niet over alles kan die klimmen. Nou, dat überhaupt niet. En een camera die niet altijd lekker mee roteert. Klopt. Man, wat een drama is dit toch? We kunnen denk ik ook wel blij. Oh ja, co-op. Dat is ook zo'n grappig ding. Je kan er met z'n tweeën spelen, niet met z'n vieren. Mm. Ook al heb je 4 characters waar je uit kan kiezen. Je kan dezelfde character kiezen. Dus je kan met Red Hood in dezelfde soort van shit staan. Wat natuurlijk ook bullshit is. Ja. Dan zit je vaak, als je degene bent die indropt, zit je niet in de cutscenes. Mm-hmm. Nou ja, dat is voor sommige dingen helemaal niet zo erg wanneer je een soort van een investigation dingetje in de morgue aan het doen bent of wat dan ook. En daar een gesprek met iemand. Maar wanneer het een soort van hele penibele situatie is waarin je in een kooi wordt gelokt. Oh my god, wat gebeurt er? En waar is mijn homie? Weet je, en op een gegeven moment is er gameplay en dan staat hij er ineens wel. Dat hele dreigende is weg. Want je hebt zoiets van, maar ik sta hier niet in mijn eentje in deze kooi. Hier probeerde ik mezelf van de brug af te werpen, maar zelfs dat kon niet in de game. Hij gooide zichzelf weer omhoog. Ja. Maar co-op, nog een ding, dat is ook zo'n knelpunt. Je krijgt wel de mission rewards, maar niet de progressie, zeg maar, in jouw verhaal. Dus als ik bij jou kom... Oh, dat. Ja, nee, ja, je klopt. Je krijgt wel de rewards, maar als ik dus bij jou in de game speel en ik ga daarna weer terug naar mijn eigen game... Ja, maar dat is natuurlijk logisch dat je niet... stel, jij bent op, weet ik veel, 8 uur... en je dropt in bij iemand die al 15 uur is... en je gaat daar bij mij spelen voor 4 uur... dan zit je op 19 uur. Het is niet dat je dan daar verder gaat zelf, want dan zou het betekenen dat je een gap hebt van een uur of wat zei ik, 6. Ja, of, ik heb nou, of 7. Ik, ja. Dus dat is zonde, maar wat het dus wel is, en dat vond ik namelijk wel ergens slim gedaan, je hoeft niet die missie, hoef je niet opnieuw te doen. Je kan kiezen, deze heb ik al gedaan, mm-hmm. Want dat heeft hij wel gelogd. Ja, dus ja. Dat vind ik wel chill. Dus je krijgt wel inderdaad op dat moment de high level rewards. Maar je hoeft niet nog een keer, als je zelf die story gaat doen, nog een keer diezelfde missie te spelen als je dat niet wil. Het kan wel. De game heeft overigens wel wat meer waarde letterlijk... als je met een vriend samenspeelt. Dat communiceert wat lekkerder, dat speelt wat lekkerder. Want als je gewoon met een random speler speelt, dan heeft deze game veel minder appeal in co-op. Ja, dat was mijn ervaring. Dat is elke co-op game. Ik had allemaal schreeuwende polen de hele tijd. Dus ik weet niet wat er aan de hand was met mijn server, maar het was allemaal... Jij bent hier trouwens bezig, denk ik, met de foto-editor. Dat ja, ook, ik wilde ook even ook laten zien, de ster van de show. Ja, de foto-editor loopt de frame rate wel weer wat smoother. Dat is dan heel bijzonder. Maar ik moet wel zeggen, want we hebben natuurlijk nu wel redelijk op het graf van Batman lopen pissen. Maar oh, ik de ben game... al lang niet klaar. Ik moet even schijten ook straks. Oké, nou, nice. Ja, schijt jij pas nadat je gepist hebt? Nee, andersom. Ik wou net zeggen. Ja. Maar ik bedoel, de stad, los even van de frame rate, ik vond het wel heel dope. De sfeer, zeg maar, is wel... Als ik dan aan het begin van zo'n missie... De sfeer is goed. Zolang ik op die ledge zat en niet op die straatsprong waar die afgrijzelijke brommer weer klaar stond, maar ik stond op die ledge gepurged en keek ik omheen en dacht ik, dit wordt vet. En dan ging jullie hebben dan puur over de... Nou ja, technisch niet eens, want inderdaad, de frame rate is vreselijk. En hij tikt gewoon ook regelmatig die 30 niet eens aan. Nee, totaal niet. En wat ik zeg, zelfs niet met een 2070 en een soort van, zelfs niet als ik hem
In principe zou dat volgens mij via de specs en wat dan ook, zou ik hem op niet ultra, maar high kunnen spelen. Mm. Maar dat is echt niet zo. Ik moest alles naar medium zetten. Maar waarom geen performance en quality mode op de PlayStation en Xbox? Dat was zo makkelijk geweest. Idee. Ik bedoel, kijk naar een game als Demon's Souls op de PS5. Dan ik kan het je trouwens wel vertellen. Hij is natuurlijk ook gecanceld voor de old gen. Dat was het eerst wel het idee. En sterker nog, hij ziet er ook niet veel beter uit dan alsof hij op die old gen draait. Dus dat is ergens al heel raar dat het dus op new gen is, maar gecapt is op 30%. En dat is gewoon omdat die game is technisch echt kut. Ik heb vaak dat ik... En het is heel raar, het is ergens een beetje een V-Sync. Toen ik V-Sync aanzette, toen werd het wat minder. Maar dat textures ook gewoon een soort van... ergens anders een klein beetje zitten dan waar ze horen te zitten en wat dan ook. Die game is gewoon heel erg fucking buggy en niet goed geoptimaliseerd. Ik zag het ook regelmatig als ik op een brug reed bijvoorbeeld. En dan zag ik in de verte, dan leek het net alsof auto's in de verte zo opeens geplompt werden en begonnen te rijden, zeg maar. Ja. Dat soort technische... Een hele rare visuele glitches vooral. Ja, maar ook gewoon qua coding heel simpel. Wat ik zei, de twee mannetjes die op dezelfde plek gespand waren, dan een soort Siamese tweeling die ik ineens zag. En ook, terwijl we nu kijken naar trouwens wel een leuk stuk van de game, maar daarover zo meer. Maar ja, ik weet niet, je merkt gewoon aan alles dat die studio, Warner Brothers Montreal, wat zij volgens mij hiervoor hebben gemaakt, is een of andere Lego MMO die na 2 jaar weer op de plank is gegooid. Oké. Ja, kijk. En ze hebben Origins gemaakt en ze hebben wat downloadable content gemaakt voor het City, denk ik zelfs. Eigenlijk had je aan Origins al wel kunnen zien. Ja, precies. En Origins was ook niet de beste van de Arkham City. Nee, en daaraan kan je dat had was je de slechtste zelfs. Maar ze hebben best veel tijd gehad. Hè? Volgens mij zijn ze hebben 6-7 jaar de tijd gehad om dit te maken. Ja, nee, maar dus dat is clearly is Warner Brothers Games Montreal een kutstudio. Voor de grap moet je even naar YouTube gaan. En dus, ik ging even kijken. Nou, ik wilde weten wat er dan in die studio gebeurt. Want goede games maken doen ze daar dus niet. Nee. En er staat een filmpje. Iets hebben van ze een hele lijpe tafel zijn tafel bij de tafel. Daar zijn ze heel goed in. Het is echt een soort filmpje dat heet Inside Warner Brothers Montreal. En als je dat filmpje kijkt, dan snap je precies waarom deze game is zoals die is. Ze zijn met andere dingen bezig dan. Ze zijn aan het pingpongen, aan het bierpongen, aan het breakdansen op de vloer. Dat snap ik. Allemaal onzin. Nou, en alles wat een open world game zou moeten hebben zit erin. Maar elk element, en dat is waarom ik begin te schijten. Elk element daarvan is kut. Is niet goed gedaan. Ja. Dus jullie zeggen net, hè, dus de ster van de dingen is dan de look van de stad. Maar het is ook echt alleen de look van de stad. Want ik heb nog nooit... Ik heb in de laatste 3-4 jaar niet zo'n lege stad gezien. Ja. Er lopen 5 mensen op straat. Ja, je hebt steeds van die groepjes vijanden of politieagenten. Oh ja, die spawnen de hele tijd inderdaad opnieuw. Maar dat zijn dan... En dat was in Dings natuurlijk ook. Hè? In Arkham City had je ook een soort van... Maar dat was de threat van Gotham. En dat is waarom dat zo cool en dat werkte goed. Is dat daar was bijna iedereen in die stad was een perp. Weet je, die je gewoon een lesje wilde leren. Want je moest Gotham clearen van fucking... Van crime. En nu is het soort van... Nou ja, er lopen hier en daar gewoon NPC's. Een beetje zo civilians te zijn. En voor de rest is iedereen alleen maar in een lege stad. Iedereen is aan autoradio's aan het jatten. Ja. Of de bank voor een lege stad. Weet je, dus nou, er lopen ze weg met... Wat was het? 9 miljoen. 9 miljoen aan wat? Er is niemand hier in de stad die geld naar de bank brengt. Het slaat helemaal nergens op. Dus jullie zeggen de ster is de stad. Ja. Ja, als een façade, want het is mooi vormgegeven. Ze hebben het alleen niet gevuld met dingen. Kijk, wat bij mij in principe de ster van deze game zou moeten zijn, de star of the show zou moeten zijn, is dan het combat systeem. Want voor mij, altijd gewoon de tightness van combat. Volgende onderwerp. Weet je wel? Ik pak weer een drol uit mijn onderbroek om te gooien. Nou, het ding is, je hebt dus wel het RPG element dat je je moveset kunt uitbreiden, je special moves kunt uitbreiden en dergelijke. Maar wat ik gewend was volgens mij, wat je in veel van dit soort games hebt, of het nou de Batman games gaat of andere games. Je hebt aanvallen, je hebt dodgen, maar je hebt ook bijvoorbeeld parry, weet je wel. Counter, wat, heb je dat? Counter? Nee, niet. Nee. Wat je hier doet is gewoon aanvallen. Vierkantje, driehoekje, vierkantje, driehoekje. Ja. Voor range attack en melee attack. En dan kun je vervolgens dodgen op het juiste moment. Dan kun je weer extra damage doen, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Te verwaarlozen. Ja. Maar er is geen parry, er is geen counter. Nee. Dus, en ook al er is één counter, een dodge counter. Dus wanneer jij een perfect IV doet, dan kan je terugkomen met een net iets sterkere ding. Maar dat is, Er is geen blok, weet je wel. Nee. Dus het is zo ontzettend beperkt. En ook al
breidt dat zich gaandeweg uit naarmate je langer doorspeelt. Maakt je... niet uit ook hoor. Je kan gewoon met de base fucking mesh van de basic attack kan je gewoon die game uitspelen. Nee. En bedoel je levelt ook, maar als je op een gegeven moment bij een gebied komt waar vijanden een hoger level hebben dan jij. Het doet niks anders, alleen ze hebben veel meer klappen nodig. Precies, het zijn dezelfde guys, het is hetzelfde geëtter. En wat ik ook jammer vind, dat hebben ze echt wel iets laten liggen, is dat die characters eigenlijk allemaal wel redelijk hetzelfde aanvoelen. Het zijn kleine verschillen, maar die hadden wel wat groter gekund, vind ik. Zeker. Je hebt de kleine menselijke, en je hebt die grote, je hebt de tanks, zeg maar, weet je wel. Sommigen hebben schilden en anderen die hebben... Maar ze lijden allemaal aan dezelfde motorische beperkingen, de main characters. Ze zijn allemaal een soort van dronken opgestaan en het is echt... De main characters? Ja, de main characters. Ik vind het gewoon heel moeilijk om te zeggen dat deze game echt goed bestuurt. Ook al nee, lijkt totaal het niet. Nee, maar juist niet. Juist niet in stealth. Weet je wat ik zeg? Dat het daar al clunky voelt. Dat zit ook in de combat. En het stomme is, hoe krijg je het dus voor elkaar? Ja, omdat je een kutstudio bent. Omdat je hebt Arkham, de Arkham-serie. Dat is in basis best wel hetzelfde, weet je? Er komen enemies op je af. Je kan van de een naar de andere springen. Mm-hmm. Maar dat leunde wat meer op een soort van defense. Dus counteren, je moest echt counteren, inderdaad. Je moest op het goede moment moest je het doen. En dan voelde je gewoon een fucking, weet je, moloch met een heavy armor aan, die gewoon mensen hard aan het bashen was. Mm-hmm. Dat was tof. Nou ja, dan heb je aan de andere kant van het spectrum, heb je Spider-Man. Een super agile persoon, waarbij je gewoon echt een soort van full-on Rocksteady Crew breakdancer voelt wanneer je daar in combat bent. Ik vind dat wat over de top. Ik vond die van Batman toffer. Maar het werkte in Spider-Man wel, zoals je verwacht van Spider-Man. Je voelde je wel als een superheld, zeg maar. Je voelde je als Spider-Man. En hier voelde je als een, nou ja, als de Netflix-serie van de weet je, ten opzichte van de MCU. Ik maak helaas een Marvel reference en niet een DC. Maar laten we dat zeggen. In plaats van dat het voelt als een The Dark Knight van Christopher Nolan, voelt het als een Arrowverse seizoen 4. Het voelt als mogoltjes. Ja, weet je, het zijn gewoon fucking, het zijn gewoon geen... En hier en daar heeft, hoe heet die, Nightwing een paar toffe acrobatische moves. Ja. Maar de moves voor wat? Maar voor niks. Alleen maar voor visual. Nightwing. Want het ziet eruit als een coole flikvlak. Maar één rol is genoeg, want je bent dan al weg. Ik hoef niet vier flikvlaks. En ook als Nightwing, ja, ik had misschien het idee met Nightwing, de eerste keer dat ik met hem speelde, had ik wel het idee dat hij ietsje acrobatischer was, ook in het traversen van die stad. Maar ook daar kom je binnen drie ledges. Dan op de duur ging ik rechtdoor en dan drukte ik op L1 en dan stond ik ineens een ledge die naar achteren. Dan stond ik weer bovenop een hoog gebouw. Nou, ja, ook dat. Het is inderdaad je bedoelt dus inderdaad de grappling hook. De grappling hook die maakt, houdt niet echt rekening met het momentum waar je naartoe gaat, maar met welk punt het dichtstbij is. Dan ga je inderdaad rechtdoor en dan boem, ga je ineens die kant op. Maar ook de AI, zeg maar, de soort van, dat is sowieso een beetje een ding in games, vind ik. Vaak de AI is niet heel uitdagend, maar bij deze game was het af en toe echt gewoon gênant. Er stonden de twee gasten voor een flatgebouw en ik sprong letterlijk van 300 meter naar beneden met Red Hood, rood kapje on steroids. Ja. Boom. Kom achter die mannetjes neer en ze staan gewoon. Ik denk, oké, dan moet ik nog even stealth drukken en dan kan ik ze doodmaken. Ja, De combat verdient in ieder geval niet de schoonheidsprijs, evenals vele andere onderdelen in deze game. Elk onderdeel. Maar toch wilde ik wel doorspelen. Dat was het rare. Voor het leuke verhaal? Nee. Ja, ik weet want niet. Want kijk, er zijn Batman. Of je nou, weet je bent fan van, ik ben niet per se een Bat-fan. Maar het is een geweer, weet je, een character van staturen. Deze nerds, high school drama bullshit nerds. En ik ben een comic fan. Weet je, ik vind het Nightwing hier en daar hartstikke vet. Robin heb ik niet zo heel veel mee. Batgirl hadden ze me heel positief mee kunnen en moeten verrassen. Van, Batgirl, heel lijp. Want er zijn ook vast hele vette comics van... Maar hebben jullie een soort van het idee dat... de game is zo opgebouwd dat je er soort van zegt van... Oh, ga je op Night Patrol, op Evening Patrol? Nou ja, wat ik wel een leuk idee vond. De streets te clearen. Alleen, er is geen fuck te doen, maar... Er is geen fuck te doen, behalve de repetitieve missies van mensen die geld naar een bus rennen. Ja. Of wat dan ook. Maar... Dan heb je dat dus, Night Patrol. Op een gegeven moment zijn al je opdrachten af. Of je hebt zoiets van, ik heb niet eens zin om al deze kut opdrachten te doen. Dus laat ik alleen maar die story missies even er doorheen beuken. Wel moeten om gewoon een beetje door te op een gegeven moment namelijk wel, inderdaad. Dan moet je dus die tedious fucking missies doen. En dat was mijn kritiek al op Spider-Man. Dat ik daarin de random thugs die een beetje een soort van straatdingen aan het doen waren, al heel repetitief en boring vindt. Mm. Nou ja, dit komt jaren later uit. En ze doen precies hetzelfde, maar nog meer boring. Nou ja, dan heb je dus al die boring gameplay gehad, waar gameplay technisch niet werkt, wat in een stad is die leeg is. Een brommer die 25 kilometer per uur gaat. Brommer die 25 kilometer. Dat is gewoon één druk op de knop en dan rijdt hij gewoon zo. Dat ziet er niet uit. En dan ben je in de bar
Belfry? Nee, hoe heet die shit? Belfry. In plaats van de Belfry. Maar net zoals Ra's al Ghul. Ras al Ghul. Ras al Anout, daar heb ik het op gehouden. Ra's al Ghul. Ik snap er ook helemaal geen rol van, maar ik zal wel geen Canadian zijn. Bijvoorbeeld, deze cutscenes en zo. En dat stuk met Harley Quinn. Er zit natuurlijk ook een stuk in dat je in die gevangenis bent en zo. Ik vond dat dan best wel weer cool gedaan. Het was niet, maar het zijn passagetjes die wel aardig zijn. Maar ja, kijk, ik bedoel, 10 mooie passages kan je een leuke game van maken. Alleen het wisselt weer, weet je. Sommige zijn echt heel saai, maar andere dingen, dan merk je van, ze hadden in potentie, af en toe komt het er wel uit, maar af en toe komt er iets boven. Of in ieder geval, ja, dat. En dan, maar af en toe komt er iets wat je mag verwachten van een game. Precies, als deze. Ja. Precies, dat. Maar er komt heel veel wat je liever niet ziet in een game als deze. Ja, want wanneer je dus inderdaad niet on die Night Patrol of Night Watch of wat dan ook bent, dan zit je dus in de Barfry. Ik weet het alweer niet hoe het heet. En dan ben je dus inderdaad gewoon met elkaar een beetje aan het lullen. Je bent wat. Nou, je hebt een bullet message board. Evidence board. Heb je die puzzels? Voor wat? Ik wou net zeggen. Weet je, puzzels, joh. Mijn god, zeg, die puzzels. Man, die game heb je. Ja, je hebt natuurlijk een e-mail. Oh. Iedereen loopt je te e-mailen. Je hebt, jongens, allemaal van die overbodige, van die rudimentaire concepten. Laat het gaan. Je hebt in ze hebben. Rocksteady heeft Batman VR gemaakt. En ook in de Arkham serie, dus niet Arkham VR, maar die andere games. Heb je best wel een. Nou ja, cool. Het is nog steeds moeilijk om dat in games te doen. Maar evidence. Weet je, crime scenes en wat en dat. Nee, wat je moet je nu doen. Je moet ergens gaan staan. Dan moet je dus van je fucking Witcher sense of je Assassin's Creed sense moet je aanzetten. Je bad sense. En wat moet je dan doen? Dan moet je at random devices of foto's of combinaties gaan maken van evidence. Weet je wat voor sense ik het vind? Nonsens. Dat is echt nonsens. Heb je ooit wel eens zo'n kutte crime scene investigation puzzel moeten doen? Ik moet nog denken aan. Er was op een gegeven moment een ruimte. En daar zit onder de vloer zit dan een of andere mechaniek. Wat je moet activeren. Maar dan moet je eerst voor die hele ruimte. Meerdere kamers in een soort kleine mansion moet je twee dingen met elkaar kabels connecten. Ja. Weet ik veel. Maar je krijgt 7 opties en je moet er 2 daarvan zijn de oplossing. Ook dat. En het is niet per se dat je dan, nou ja, misschien kan je het met common sense, maar in principe is het volgens mij gewoon combinaties proberen. Ja. Totdat je erin komt. Je kan ze skippen. Ik heb nog nooit zo'n KK-puzzel gevoeld. Kan je ze skippen? Ja, de leukste oplossing was gewoon die pad naar boven ingedrukt houden en dan skipt hij het op de duur. En ik had zoiets Nee, joh. Ja. Ook nog? Ja, ik kan ze ook nog skippen. De game geeft je de optie om de game niet te spelen. En als dat gebeurt, dan weet je dus wel dat je heel erg hard moet wegrennen. Maar toch, en dat vind ik raar om te zeggen, ben ik wel door gaan spelen. Nou ja, omdat ik een review moest doen. Maar dat is echt het enige. Want nogmaals, als je dan in de Barfly of wat dan ook bent, dan krijg je dus de Belfry. Dan krijg je, oké, Alfred was er nog ergens een beetje tof. Maar dan krijg je dus die soort van 4 nerds die soort van hun vader moeten opvolgen. Dat waren toch helemaal geen coole characters? Nee. Het was een soort high school drama. En op de duur had ik ook zo'n cutscene dat Roodkapje boos werd op op Robin of zo, dat ze een soort halve teenage drama hadden. Ja. Ik ben sowieso niet zo in de lore van Batman. Ik heb die Dark Knight, die film heb ik gezien, vond ik super bruut. En die games ken ik natuurlijk, de Arkham games. Maar de sub-characters, zeg maar, die doen mij of zeggen mij niet zoveel. Maar dat is ook niet door deze game gebeurd dat ik nu ineens denk, nou, ik moet dieper het universum induiken. Want ze zijn een beetje, ik vind ze een beetje lullig of zo. Ja, maar daarom. Ze zijn lullig. Aan het backvechten met elkaar de hele tijd. Ja, en dan heb je de Nightwing, wat dan in principe een beetje de leider zou moeten zijn. Dat is gewoon een spineless nerd. Zo'n high school jock is het. Nee, maar daar is hij veel te onzeker emo voor. Ik bedoel, kaaklijn. Hij heeft wel een kaaklijn. Ja, oké, dus hij heeft de looks van een jock, maar het is gewoon de ik zou ook onzeker zijn als ik in deze game zit. Hij is niet echt Biff Tanner, hè? Hoe heet ook weer? Biff Tanner van Back to the Future? Bully van, nee, zeker niet. Nou ja, Red Hood is dat meer. Ja, Red Hood is meer. En Red Hood vind ik dan ook gelijk wel de meest uitgesproken karakter. Die is gewoon grumpy af en toe. Die is kort. Die leeft nog een beetje. En ik zou ook grumpy zijn als ik in deze game zou zitten. Ja. Zou ik ook de hele boel kort en klein slaan. Ja. Maar dat zei ik al in het begin. Ik vind het geen aansprekende. Ik bedoel, je kan er 4 neerzetten. Je kan er van mijn part 8 neerzetten. Maar als het 8 van dit soort characters zijn, dat doet het me nog vrij weinig. Nee, en ook, ik vind bijvoorbeeld heel veel DC dingen vind ik Harley Quinn echt een hele kutte character. En ergens is dat goed, want dan doen ze iets, goed niet per se voor mij, maar dan doen ze iets extreems, waardoor ik me ga irriteren aan de character. En nou, dat kan best een objective zijn, om mensen zich te laten irriteren aan een character. Maar andere characters, dus dat heb ik dan. Dat ik heel erg een soort van, dat ik van godverdomme, Harley Quinn, kutwijf. Dat heb ik hier ook niet. Ik heb zoiets van, whatever the fuck. Weet je? En iedereen in deze game is, whatever the fuck. Nou, de Harley Quinn missie vond ik wel echt heel vet.
En dat, dat vond ik wel heel tof. Ja, maar dat hebben ze niet om Harley Quinn, maar omdat ze... En ik kan je uitleggen waarom dat was. Omdat er een court, een prison yard was, mm-hmm. waar ze een toffe koffer als soundtrack onder hebben gebruikt. Ja. Dat is het enige waarom het tof was, of niet? Ja, en dat met die ballon. De sfeer en de kleurstelling. En natuurlijk het vechten was ook super vet. Gewoon 50 keer op dezelfde knop drukken. Heerlijk. Ja. Horden aan vijanden inderdaad, ja. Ach, ik vond heel af en toe de impact van de combat. En, afgezien van dat het gewoon een mesje was, hoor. Maar als je iemand een soort van bepaalde finisher geeft of wat. En dat was je, wel dope, een soort van iemand wat je naar je toe trekt en zo. Boom, weet je. Dus weet ik veel die animaties waren haalt. Cool. Ja, die waren inderdaad. En die liepen dan op de een of andere manier wel flawless. Maar elke keer als ik op de motor ging zitten, dan werd het af en toe 10 frames per seconde. En was letterlijk het halve beeld bleef onderin plakken qua textures. Ja, maar dat is zeg maar de losse onderdelen die de game heeft zijn op zichzelf staan best oké. Alleen het wordt niet samengebracht tot een soort vloeiend geheel, waardoor je constant tegen allemaal horten en stoten aanloopt. En of het nou op de motor is of het is tijdens het lopen. Ja, maar dat is dus dat klopt ergens. Nee, dit klopt niet wat je zegt. Dus alle losse onderdelen die zijn er. En dat zijn ook nog eens de paint by numbers dingen van een open world game. Maar alle onderdelen zijn juist niet goed. Want horten en stoten, alles hort en stoot. Elk los onderwerp of onderdeel van de game, hort of stoot. Het is gewoon een tiefe studio dit, die dit gemaakt heeft. Ah, nee, dit... Waarom ben jij hier zo mild over? Want dit is ten eerste niet jouw genre. Je hoort ook voldoende kritiek geven. Nee, jij zei van het is wel oké. Okay. Nee, dit is echt niet oké. Okay. Nee, Warner Brothers dit is Montreal, zo below fucking de maat. Warner Brothers Montreal is een zesjes studio. Met een zesjes mentaliteit. Een 6-, 5,5. Arme Batman. Ja, zo van, precies. Ah, joh, net goed genoeg. We kunnen dit gewoon publishen en uitbrengen. Nou, ik denk niet dat ze meer. Ik denk niet per se dat ze gewoon letterlijk niet meer in hun mars hebben. Dat is wat ik denk. Nee, maar dat bedoel ik ook met een zesjes studio. Daar zitten allemaal mensen die nooit de absolute top zullen bereiken. Nee, binnen, precies. Ja, maar dit is mentaliteit is dan hoe noemen we dat? Fijn je dat het expres zou zijn. Dat het deliberate zou zijn. Een mentaliteit zo van dat is ingesteld, of toch? Dus de studio is niet in staat om de absolute top aan te trekken, zeg maar. En dat zie je in alles terug van in deze game. Nee, ik zat dus te denken, van als je, stel nou dat je de Batman, of dus de DC sticker, skin, eraf zou halen. Dan heb je een game die nog veel slechter en meer spineless en wat dan ook is dan bijvoorbeeld Watch Dogs of andere games in het genre dat al niet heel uitgesproken en goed zijn. Mm-hmm. Toch dan heb je toch de allerslechtste open world game van het decennium te pakken. Dit is niet de allerslechtste open world game van het decennium. Ben ik het ook niet mee eens. Wat is er slechter? Ah, er zijn echt wel wat slechter. Ja, iets van een studio van 3 mensen die het een open world game hebben genoemd. Maar een studio van, ik weet niet hoeveel mensen er werken, maar ik denk als het Warner Brothers Games Montreal heet, dat er toch zeker een paar 100 man werkt. 150 plus misschien. Mm. Dan hoe krijg je dat? En dat elke department allemaal steekjes laten vallen. Dus er is niemand die soort van ergens floreert. Ja, misschien dan dus degene die de concept art voor de stad heeft gemaakt. En dat de mensen die dat hebben moeten designen het aardig hebben weten dat te benaderen. Dat hebben ze goed vertaald. Maar weet je wat ik bij deze game had? Dat heb ik echt zelden. Is dat ik tijdens het spelen als soort van een wireframe in mijn hoofd eroverheen zag dat je die devs nog zag kloten op de laatste dag voor de release. Nog, ah shit, ah nee, oh kut, daar zit nog code in wat we nog moeten weghalen. Ja. Ja, ergens. Als ik er langer over nadenk, dan vrees ik dat ik je wel gelijk moet geven. Maar misschien hou ik gewoon van slechte open world games. Want ik ben er wel mee doorgegaan. Nou, ik dus ergens ook. Misschien maar ben ik gewoon ook te slecht. Ja, maar het is niet te slecht. Het is oké. Ja, maar de cutscenes zijn het is nergens oké. Ja, het is oké. Nee, maar de cutscenes zijn pas oké wanneer... de voice cutscenes acting... Cutscenes zijn altijd cutscenes. Die is oké. Nee, maar de korte cutscenes zouden pas oké's moeten zijn wanneer je het verhaal wil meemaken. Nou, hebben jullie het verhaal soort van... Oké, laat ik de vraag stellen. Zagen jullie meer tegemoet naar de tedious fucking gameplay in de stad? Of zagen jullie het liever tegemoet naar de tedious fucking cutscenes? Wat wilde je het liefste skippen aan deze aan allebei deze game? En gewoon lekker perched op een ledge kijken naar de stad, want dat is vond ik mooi. Nee, maar dat bedoel ik toch? Dit is wat ik de hele tijd want deed. Ik zat er maar af te vragen van oké, ja maar daarom, dus letterlijk, je had net een freeze frame van die fotomode. Ja, maar deze illusie van die stad, kijk daar ben ik wel een sucker voor. Ik kan wel gewoon een beetje door die stad heen wandelen en denken, ah dit is best tof gemaakt, maar dan kom je op de straat en dan denk je, oh, wacht even. Maar misschien... Ja, maar en normaal ook, dat is ook nog eens het ding. En dan zouden er, er zijn wat side missions of side stories en wat dan ook. Hier, dan doe jij een wheelie voor 10 kilometer per uur. Ik woon in Amsterdam-West in Bossel-Lommer. Daar zie ik dit elke dag voorbij met gewoon open fietsjes. En dat is net zo spectaculair. Maar nu weet ik mijn punt eigenlijk niet meer. Maar die stad. Dan denk je, oké, dan moeten er misschien heel veel collectibles en wat dan ook zijn. Want dan hebben we het ook nog eens gehad over... Tellen bugs als collectibles?
Ja, misschien wel. Ik bedoel, dus als je inderdaad op die manier creatief met een soort van, hey, maar wanneer is dit wel een leuke game gaat kijken? Ja. Weet je wat ik, wanneer ik het het leukste game, wanneer ik het een leuke game vond? Toen ik dacht eventjes dat ik zand in mijn vagine had of in mijn panty of met het verkeerde ben uit bed had gestapt en dat, of dat ik jaded ben van open world games. Dus ik ging even kijken wat de consensus was op internet. En het leukste aan deze game vond ik de reviews lezen van andere mensen die ook die idiote punten die ik zag ook op een hele leuke manier wisten te verwoorden. Dat was het leukste in deze game. Ja, weet je, en ik denk dat waarom ik nog een beetje de hand boven de hoofd van de game hou, is dat bepaalde dingen, zoals details op grote posters in de stad en sommige indoor omgevingen, er zitten wel veel details in. Ik kan me voorstellen, maar ja, dat punt wordt eigenlijk door jou direct onderuit gehaald. Dat als je in de lore van Batman zit, van het universum, dat het misschien meer een game is voor je dan als je er helemaal niks mee hebt. Maar als ik jou zo hoor, volgens mij ben jij van ons drieën de meest Batmanige? Ja, nou ja, comic. Ik vind comics vet. En ik heb inderdaad, ik weet door deze brainpulp die ik hier een soort van nu zie en heb gespeeld de laatste paar dagen, niet eens meer hoe mijn favoriete fucking Batman comic heet. Maar het is die met The Court of Owls. Dat vond ik fucking bruut. En dat zit er op een gegeven moment wel in. Ook The Court of Owls, net zoals alle andere enemies die er in deze game zitten, die zijn niet zo indrukwekkend als dat ik hoopte. Dus niks, geen enkel segment van deze game is zo indrukwekkend als dat ik hoopte. Nee. Het is ook wat, hè? Ik bedoel, je hebt eigenlijk continu deze hele game de schaduw van wijlen Bruce Wayne over je heen hangen. Maar dat is een bold keuze, wat heel cool is. Ja. Maar dan moet je wel deliveren, als je dat doet. En dat hebben ze niet voldoende gedaan, nee, zeker niet. Nee, precies. Nou ja, daarom, ik denk dat ik heb nu wel genoeg gescheten. Sorry ook als ik inderdaad te veel aan het woord ben geweest en te veel heb getiradeerd, wat waarschijnlijk geen woord is. Maar dat mag. Weet je, het is, misschien is het een beetje uit een soort medelijden met de game. Ik kan me wel voorstellen dat mensen hier plezier aan gaan beleven. Maar dan moet je wel een gamer zijn die echt wel wat kan slikken. Want er zijn genoeg dingen aan de game. Je moet je standaard verlagen. Het is geen goede game. Maar dat maakt het ook niet de slechtste game ooit gemaakt. Maar het is gewoon een game die eigenlijk in deze staat, voor menig één. Het gewoon nee, maar je hebt, en dat heb ik altijd hoor met open world games, maar je hebt zoveel voorbeelden van waar je naar kan kijken en denkt van, hey, wat doet dit goed en wat doet dit niet goed? En ja, zeker laten nu we en, kijken ja. of we dit kunnen krijgen. En dus of iedereen daar is inderdaad zo ongetalenteerd dat ze dat niet eens hebben gedaan of dat ze dat wel hebben gedaan, maar dat ze precies de verkeerde dingen die de wereld niet wil hebben opgeschreven. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik had ook zo'n lage pet op van Watch Dogs. Niet Legion, maar die daarvoor. Twee. Twee dan denk ik. En, die was best dope. Nee, dat was ook zo onuitgesproken en slecht geartesigned. En ik denk gewoon dat Canadian Game Studio Design, die kunnen gewoon niet, die hebben niet de feeling van Amerikanen of Engelsen of zelfs Japanse game studios, die hebben gewoon zoiets van, want dat is ook het ding. Zo van, oké, wat hoort er in een open wereld game? Dit. Check. Waarom heeft Warner Brothers de Big Boss die onder dat WB-logo woont? Waarom zijn ze niet even bij Rocksteady langs gegaan? Hebben ze gezegd van, hey, kunnen jullie even checken? Want in Montreal liggen ze allemaal op de vloer bierpong te spelen. En die game die moet over een jaar uitkomen. Dat hadden ze zo kunnen doen. Want die en game... ze hebben al een ergens is Origins was de slechtste al uit de serie, maar die was beter dan deze. Dus of er zijn mensen bij dat al slechte team weg opgestapt en er is helemaal niet meer over behalve beerpongende mensen en wat er, en dan is het bijna nog knap dat je dit er op een serieuze manier hebt uitgekregen. Maar ik heb denk dat je hebt hier gewoon te maken met een van de slechtste AAA-studio's van het moment. En dat is wat ik voel als ik deze game speel. En dat is jammer, want de naam doet wel vermoeden dat je iets gaat precies. kopen. En dat is inderdaad... misschien is niet Gotham City dat wat gered moet worden, maar Warner Brothers Montreal dat wat gered moet worden. Ja, maar dat inderdaad. Ja, dit had beter zich in Montreal kunnen afspelen. En dat je een soort van de domme game developers soort van Rocky moet slaan. Zodat ze vervangen worden door mensen. Ze één voor één op die brommer het stad uitrijden en dan ergens van de brug af. Pas nou op het wat je zegt. Straks gaan mensen met fakkels en hoe heet die dingen? Hooivorken voor Montreal staan daar. Warner Brothers Montreal. Heb jij het weer op je geweten? Nee, maar volgens mij had ik nog niet antwoord gekregen op de vraag van wat hadden jullie liever geskipt? Want ik was letterlijk, ik ben echt geen cutscene skipper, zoals JJ. Maar zelfs hier had ik zoiets van, it doesn't bore me at all. Ik heb op een gegeven moment wel cutscenes geskipt. Ja.
maar voor wat? Iets zodat wat ik zelden je, doe. Zodat je, ik ook inderdaad, of ook niet, zodat je weer lekker kon gaan gamen. Of had je zoiets van, ah crap, nu moet ik dit doen, dat is ook niet leuk. Nee, dit is voor reviewing purpose. Ik moest tijd besparen. Ja, ja. Ja, maar ik bedoel ook, maar, ja oké, okay, je moest tijd besparen. Maar dan, ja, moest je, maar, dan kwam je bij, een, de, bij, de, bij de gameplay. Als een cutscene dusdanig sterk, goed weet je, en emotioneel gripping is, dan kijk ik door, weet je wel. Dan maar gewoon iets sneller door de combat heen raggen, zeg maar. Maar hebben jullie gelet op de rol van Robin in deze game? Ja, hij is een totale but, is hij. Hij staat gewoon altijd op de achtergrond te kijken. Ja. And that's it. Letterlijk af en toe denk ik van, oké, gaat hij nog wat zeggen? Hij heeft een boek voor, gaat hij nog... Nee, niks. Hij staat alleen maar dom te kijken op de achtergrond. Het is deze game, jongens. Ja, nee, het is niet heel best. En, maar, weet je, maar dan ben ik... Ik weet niet, man. Dan ben ik een soort Dennis de Bruin in dit geval. Van... Ja, maar waarom in dit? En dat snap ik dus niet. Je hebt de meest gedistingeerde fucking smaken, gamesmaken hier op de redactie. Ja. En ik ben hier iemand met de meest popcorn smaak op de redactie. Ja. En ik kan dit niet spelen. En jij bent er nog ergens mild voor. Misschien, ik snap omdat het niet. Jij hebt natuurlijk wel op een laptop het gespeeld die 4 keer eruit klapte. Ja? Dat zou het kunnen zijn, misschien. En op de PS5. Hoezo, hij liep bij jullie als een zonnetje? Nee, op de PlayStation 5 smooth frame rate, 30 frames per seconde. Ja, maar dat bedoel ik. Dat is geen 30 frames. Nee, het was 20 misschien. En ik moet wel zeggen, hij was mooier dan dat ik hem heb gespeeld. Maar het is ook niet een grafische pareltje of zo. Het is hoe moet je dit nou uitleggen? Een kutgame. Het is een vrouw zou zijn met heel veel make-up op, maar een ontzettend onmogelijk karakter. En als je er goed naar kijkt, dan kan je het heel mooi vinden. Maar nee, ja, het is mij niet echt gelukt. Maar als je er goed naar kijkt, dan zie je dat de make-up inderdaad ook nog eens heel lelijk gezet is. Dat is het meer, zeg maar. Permanent getatoeëerd. Ik weet het niet. Bijvoorbeeld, soort dingen, precies de verkeerde kleur. Maar inderdaad, oké, een zeer, zeer matige game, inderdaad. Ja. Maar dat had ik gewoon niet verwacht van... Ik had iets van meer magnitude verwacht. Ja, misschien dat je iets te hoge verwachtingen had. Ja, maar die had ik al niet heel hoog ingesteld. En dat is een beetje het ding. Omdat ik heb die gameplay video's. Op een gegeven moment inderdaad, dit is op DC Fandom is dit 2020 volgens mij getoond aan de wereld. En ik zit van oké, this could be cool. Weet je, ik hou van die open world Arkham games. Dus geef me dit maar. En overtuig me maar van het feit dat deze 4 cooler zijn dan Batman. Of als ze niet cooler zijn, probeer ze in ieder geval cool te maken of wat dan ook. Ik wilde mee aan de slag, maar hoe meer ik ervan zag... en vooral dus op een gegeven moment gingen ze dus de gameplay featurettes... van de 4 characters laten zien. Had ik zoiets van, ik zie nu al dat het niet speelt. Mm-hmm. En ik denk dat je inderdaad gewoon... volgens mij heb ik dat toen wel eens gezegd. Clip dit maar eventjes, want ik zal je nu alvast vertellen... dit speelt voor geen meter. En het speelt voor geen fucking meter. Ja. En dan hoop je dat er andere momenten zijn in de game die het beter doen. Nou ja, ergens hebben jullie inderdaad wat punten voor... Dit is cool. Neon, ja. Leuk. Ziet er leuk uit. 20 km per uur op de brommer. Ja, maar kijk. Ja, kan je genieten van de views. Die stad, en dat is ook nu ik dit weer zie. Ik begin me wel te beseffen dat de reden dat ik dit Maar er zijn nul mensen. Ja, dat is waar. Maar goed, als je een beetje van dak naar dak springt. Het ziet er gewoon heel dope uit. En ik denk dat die devs gewoon op de duur dachten. Nou jongens, dit ziet eruit als Gotham. Trap maar de markt op dit spel. Ja. Maar ja, weet je, ja, in andere onderdelen. En dan vergelijk ik het natuurlijk met Spider-Man. Want dat is eigenlijk de andere superhero game die op het laatste mijn PlayStation heeft gezeten. Maar dat is niet te vergelijken qua kwaliteit. Nee, maar dat bedoel ik. Dat is dus inderdaad het ding. En dat vind ik al niet een hele sublieme open world game. Maar dat heeft een verhaal dat heel vet is voor Spidey fans. Het is wel wat... Dat is de standaard. Ja, ja maar die game is ook al 2-3 jaar oud. En een vechtsysteem waar je echt het gevoel hebt dat je een superheld bent. Je stringt ze aan je web overal, je hangt ze op, je knalt ze tegen de muur en je bent aan het dishen op allemaal manieren. En hier, je bent blokje aan het rammen, af en toe voor de variatie driehoekje. Nou, dat was het. Ja. Ja. Nou, ik was dus inderdaad gewoon een beetje offended door het level van deze game. En het is inderdaad een kut game, weet je... Ja, dat misschien dan niet, maar een zeer matige game. En dat is... Ja. Ja. Het is jammer dat het vechtsysteem zo soort van net zo ingewikkeld is als een potje Rummy Cup. Want het had voor mij wel veel, veel vetter gekund dan dit. Oh, maar dat heeft de potentie van alles. En je hebt dus al die voorbeelden gehad. Dus had gewoon een vette game gemaakt. Ja. En niet deze shit. Wil je nog wat kwijt? Nee, ik denk dat we nu al redelijk in herhaling aan het vallen zijn. Ja, dus, ja. Ja maar ik ben inderdaad... Ik heb waarschijnlijk al 20 minuten te veel herhaald. Zullen we kijken of Batman ook iets heeft gelegd? Ja, dat is... Hij was hier aan het schijten over deze game heen. Dat is inderdaad wat er gebeurde. Nou, je hebt het gehoord. Wegblijven van deze bullshit.